Hey, het rustgevende Oud-Marsum, ook wel de Siepelstad genoemd. Geen idee waarom, maar dat rolt nou even niet. Nou, ik ben inmiddels aangekomen bij het werk van Anne-Sophie. Zij staat binnen al hard te werken, dus ik ga even kijken of ik haar handje kan helpen. Dus hier werkt Anne-Sophie. Biertje. Proost, heren. Gezellig. Eet smakelijk. Wat is je functie nou precies hier? Ik sta meestal in de keuken, achter het loket, patat bakken, afwassen, van alles een beetje. Af en toe hier helpen. En dat heb je nou over voor het dansen? Zeker weten, absoluut. Maar tot hoever gaat het dan? Wanneer zeg je van nee, dat heb ik er niet meer voor over? Dan ben ik nog niet, ik weet het niet. Ik ga zo ver mogelijk. Ja, ik doe zoveel als ik kan. En hoe zie je jezelf dan over 5 jaar? Denk je dat je dan al... op dat punt bent? 5 jaar. Ja, ik dans nu nog maar 4 jaar. Over 5 jaar dat zou dubbele zijn, ik weet het niet. Of ik überhaupt dans, ik denk het wel. Misschien niet meer in deze vorm, maar ik heb er nu nog heel, heel veel plezier in. Maar zijn er geen negatieve dingen dan die je ook meemaakt? Bijvoorbeeld concurrentie of zo onderling? Hoe hoger je komt, hoe meer mensen je niet meer kan vertrouwen natuurlijk. En bij sommige mensen denk je van ja, nou, dat is een die mij altijd heeft geholpen. Ik heb bijvoorbeeld zondag de wedstrijd gehad en ik heb dan in dit geval een jongen uit Limburg. Ik vroeg hem om wat dingen en hij was gewoon weg. En dan vond het niet eerlijk dat ik dus eerste was geworden. Omdat er ook andere vriendinnen van hem in hetzelfde klasse dansten. En die vond hij technisch beter dan mij. En dan weet je dus welke vrienden je hebt en welke niet. Mm-hmm. Het roddelen is ook een van de meest bekende dingen die natuurlijk gebeuren in het dansen. Ja, absoluut. Ik weet niet wat ze allemaal over mij zeggen, hoef ik ook niet te weten. Maar ik weet wel dat er over mij wordt geroddeld. Maar dat doet toch pijn als mensen over je rollen terwijl je met zoiets goeds bezig bent? Ja, maar terug gebeurt het ook wel. Ik wil niet zeggen dat ik het nou zelf doe. Mm-hmm. Maar als je bij een groepje zit en je praat erover, dan praat je al gauw over... Als je met die mensen zit over het dansen. Dus dan komen er vanzelf wat dingen boven en dan praat je natuurlijk mee. Mm-hmm. Maar als je dan zelf aan het... Ze zijn ook nog wel zo erg dat ze zelfs bij jou recht in je gezicht durven te zeggen voor een hele groep. Hoe ze erover denken, omdat het gewoon... Het is gewoon allemaal heel arrogant en hoe hoger je komt, hoe meer concurrentie. Vanavond gaan we ook met jullie mee, met Bennet en jou. Wat gaan we dan precies doen? Jullie gaan mee naar een andere dansschool. Daar gaan we een kerstdemonstratie geven en dan laten we de 5 lettende merken dansen zien. Samba, cha-cha, paso, rumba, jive. En dan kunnen jullie elkaar zien in een, niet echt in een wedstrijd opstelling, maar gewoon hoe we eruit zullen zien en wat de dansen zijn en hoe we nou presteren. Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou, dan laat ik jou weer lekker aan het werk. Nou, ik dacht het niet. Ik heb nog wel een goed afwas staan. Je kan best mee. Kom op. Afwassen. Afwassen? Mij niet gezien. Dat doet mijn moeder altijd. De avond is inmiddels aangebroken. Anne-Sophie is zich alvast aan het voorbereiden in het danscentrum. Dus ik ga even een kijkje nemen hoe ver ze al is. Dat ziet er swingend uit. Hallo. Stijlvol, heel stijlvol. Dit is toch wel een applausje waard. Niet? Tijd voor een liedje. Nou jongens, volgens mij over een paar minuten moeten jullie al op. Zijn jullie al zenuwachtig of? Nee, absoluut niet. Niet? Nee. Eigenlijk steeds rustiger. Steeds rustiger? Ik bedoel, sorry, we zijn wel druk bezig natuurlijk, maar...
Tot hoofd worden we eigenlijk alleen nog maar rustiger. Ik moet echt verder, anders kom ik niet klaar. Volgens mij leeft haar haar echt niet meer. Volgens mij zijn jullie klaar, of niet? Ja, bijna. Ik wens jullie super veel succes. Dank je wel. Ik ga vast naar de dansvloer. Toi, toi, toi. Is goed, dank je wel. Doei. Hey, volgens mij heb jij iets op je gezicht zitten. Gewoon even uitsmeren, daar valt er niemand op. Ja hoor, ziet er goed uit. Ze zijn vorige week gepromoveerd, of voor het eerst hebben ze gestaan in de A-klasse letter. De ene hoogste klasse letter. En daarin zijn ze meteen tot een goed resultaat gekomen. Ze zijn daar eerste geworden, in dit geval in dansen. Dan zie ik een applaus voor Anna-Sophie Koots en Bernard Levering. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. And cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Heel erg bedanken voor vandaag. Graag gedaan. Jou ook, absoluut. Want ik vond het super leuk om een keer mee te gaan in jouw belevingswereld. Graag gedaan. Ik vond het ook super leuk dat jullie er waren. Veel plezier. Dankjewel. Doeg. Dankjewel. Jij ook. Bye bye. Doei. Doei. Dit was Boeiend voor deze week. Volgende keer duikt Henk in de boeiende wereld van het gamen. Henk volgt een fanatieke verzamelaar met games tot aan het plafond. Zelfs de vitrinekasten kunnen Henk's schijpgrage vingertjes niet tegenhouden. Wil je deze aflevering nog eens rustig terugkijken? Bezoek dan onze website op tuckervision.nl/boeiend. We zien elkaar volgende week. Dat wordt weer boeiend. Tot dan!